En super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn favoriete producten zien van december. Ik heb hier het mandje en ik moet zeggen, het is niet super veel, maar er zitten zeker een paar producten bij die ik je graag wil laten zien en even bij stilstaan en natuurlijk even wil vertellen waarom ik ze fijn vind. Ik ga zo de producten die swatchbaar zijn ook even swatchen. Ik word ook altijd wel blij als ik dit soort video's weer kan opnemen, want dat betekent dat ik weer ruimte krijg in mijn bakje voor de producten van de nieuwe maand. Dus mocht jij benieuwd zijn naar de producten die in dit mandje zitten en waarom ik ze fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met het product dat bovenop ligt en dat is de Make Me Last Matte & Refresh Setting Spray van het Kruidvat. Dat is deze spray, ik heb deze al een keer in een video getest, maar eigenlijk koop ik de producten wel om te reviewen ook op mijn blog. En soms komt er spontaan in mijn hoofd om er een video van te maken. Maar deze fixing spray, die is dus mat. Je had hem ook in een shine variant. Dit is een vele lichte spray die de make-up echt heel goed op zijn plek laat zitten. En hij ruikt ook heel erg lekker. En dit komt omdat er aloe vera in zit en ook nog eens sinaasappelwater. En dat ruikt zo gigantisch lekker. En hij kalmeert en hydrateert de huid ook. Nou, de dopje is eigenlijk gewoon, de spraykop is vrij basic. Er komt eigenlijk een hele fijne hoeveelheid aan spray uit. Ik vind hem echt heel erg lekker ruiken. En hij liet mijn make-up echt heel goed op zijn plek zitten. Want ik heb deze met kerst getest. En dat is een dag dat ik dan heel erg lang make-up op heb. Dus ik had het al best wel vroeg erop tot echt heel erg laat. En het zat er gewoon nog steeds mooi op. En ik denk wel dat deze spray daar echt wel aan heeft bijgedragen. Ik vind hem echt heel erg fijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien de shine variant hebben getest. Want daar ben ik nu eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Over het algemeen ben ik wel meer van de matte varianten. Maar ja, ik ben nu ergens toch ook wel benieuwd naar de shine variant. Of die ook zo fijn is. Mocht jij die nou getest hebben, laat dan zeker even weten bij de comments. Maar de matte variant kan ik in ieder geval zeker aanraden. Want die is echt heel erg fijn. Dan heb ik 3 setjes nagellak en ik ben bang dat deze inmiddels niet meer te koop zijn, maar ik wilde ze toch graag laten zien. Dit zijn namelijk nagellakjes van Catch & Shine. Catch & Shine, dat is een merk wat Kruidvat een tijdje heeft verkocht. Ik weet niet of ze het standaard hebben, maar ik kwam deze lakjes echt al een hele lange tijd geleden tegen. En ik vond ze er leuk uitzien, vooral ook door de verpakkingen, want ik heb hier de koala. Ik heb een panda. En ik heb ook nog eens de vos. En daar gaat nu een lakje uit. Dus die ga ik eventjes oprapen. Nou, omdat de lakjes van de vos er eigenlijk uitsprongen, ga ik daar ook maar even mee beginnen. Hier zitten 2 nagellakjes in. Allereerst een oranje kleurtje. En daarnaast een nude kleurtje. De lakjes hebben geen naam gekregen en ze zijn ook vrij klein. Want er zit echt maar... Ik ga even kijken of ik dit terug zie. Misschien staat het wel op het doosje. 4,8 ml in. Dat is best wel weinig voor een nagellakje, want ik heb hier een nagellakje staan. Dan ga ik eens even kijken hoeveel hierin zit. Hier zit 8 ml in. Dus dit is gewoon nou echt wel de helft. Iets meer dan de helft. De potjes zijn niet zo heel handig om vast te houden, want ze zijn vrij klein. Maar ik ga je allereerst even het kwastje laten zien. Kijk, hij heeft ook een vrij klein kwastje, dus het is niet, je kunt hier wel heel netjes mee lakken, maar het is niet dat je nagel in 1 of 2 keer helemaal bedekt is. Dat was even wennen. Ik moet zeggen dat als je de lakjes draagt met een gewone base coat eronder, ze heel snel chippen. Maar toen heb ik later, daar kom ik zo eventjes op, want ik een paar lakjes had die gewoon niet heel erg goed dekkend waren. Daar heb ik een witte base coat onder gebruikt. Of eigenlijk een witte nagellak. En toen bleven ze ineens gewoon 5 dagen zitten. En ik was zo daarvan onder de indruk dat ik dacht, oké, waarom werkt het met een witte nagellak eronder wel heel goed, maar met een gewone transparante base coat niet. Maar dat zijn allereerst deze kleurtjes. Dat was dus de Fox. Of de vos. Dan heb ik hier, ik laat ze ook heel makkelijk vallen, een rode kleur. Deze dekte wel gewoon prima, zonder witte basislaag eronder. Maar deze chipte dus wel heel snel. Maar ik heb dus de witte basislaag gebruikt bij de roze trouwens ook niet. Daar
kom ik zo pas bij. Ik heb de basislaag ben ik pas gaan gebruiken bij de oranje en nude kleur. Dus deze chipte wel heel snel, maar ik vond de kleurtjes wel heel erg leuk. Want ja, oké, rood hebben we allemaal wel. Maar als je kijkt, ik heb nu een rode kleur op en ik leg hem naast deze. Zie je wel weer dat het een hele andere kleur rood is. Dus dat was echt heel leuk. En de lakjes van de koala, daar heb ik bij beide kleuren een basislaag onder gebruikt. Allereerst heb ik hier een grijs kleurtje. Ja, grijs heb ik eigenlijk. Ik heb geloof ik één grijs lakje, dat is heel donkergrijs. Maar echt gewoon een lichtgrijze had ik nog niet. En ik heb een soort mintkleur en dat vond ik ook weer heel tof. Deze die bracht trouwens wel wat moeilijker aan. Die vond ik een beetje stroperig. Maar ik was gewoon heel erg verrast dat ze met een witte basislaag zo goed bleven zitten. Dus ik ben er achteraf wel heel erg blij mee. Ik vind ze ook wel heel erg leuk. Het zijn ook wel makkelijke lakjes die je bijvoorbeeld even in je tas kan steken. Stel je voor, je hebt een belangrijke afspraak of zo. Oké, in deze tijd is het misschien wat anders. Maar je zou dan altijd zo'n lakje mee kunnen nemen om je nagel bij te werken. En dat vind ik wel heel erg leuk. En ja, ik was gewoon helemaal gek van de verpakkingen. Want ja, ik ben wel iemand die daar een beetje warm voor loopt. Dus daar ben ik heel blij mee. Het volgende product wat ik heb getest, dat is de Prime & Fine Anti-Red Primer, de No More Red. En hier zit hempolie in. En dat kun je ook zien, want er staat zo'n heel klein wietplantje bovenaan. Ik weet niet of die het heel lekker scherp stelt. Ja, daar is die. En deze belooft dus om roodheden te verminderen. Ik heb wel het idee dat het echt werkt, dat mijn huid, als ik wat rode plekjes heb, ze iets minder rood worden. Maar ik vond hem ook vooral heel erg lekker ruiken. Want die hempolie, dat maakt het ook heel verzorgend. Ja, hij ruikt heel anders als andere primers, zeg maar. Dat komt echt door de hempolie. Hij heeft een vrij basic opening. Ik zal hem ook een beetje op mijn hand swatchen. Ik doe gewoon een drupje. Kijk, zo kan je zien dat hij ook best wel smooth is. Hij is echt wel lichtgroen. Ik vond hem heel erg fijn. Ik was eerst, toen ik hem aanbracht, dacht ik... Oh jeetje, ik voel me de hulk. En toen ging ik mijn foundation eroverheen aanbrengen en toen was eigenlijk gewoon het hele groene weg. Ik zal hem trouwens een beetje uitsmeren, zodat je ook een beetje kan zien dat hij best wel groen blijft. Nou, dit zat dus op mijn gezicht, dus kun je nagaan hoe het mij voelde, de hulp dus. Maar ja, ik vond hem echt wel heel erg fijn. Hij voelde ook best wel verzorgend aan. Ik ga zo eventjes wat meer informatie geven hoor, maar ik moet eventjes mijn vinger droog maken. Het is ook een verzorgende en hydraterende groene primer. Ja, en die hempolie, dat maakt het gewoon zo verzorgd. Ja, hij weet dus perfect de balans te vinden voor de roodheden. En hij maakt de huid ook heel erg zacht en glad. Ja, inderdaad, je krijgt er een heel fris gevoel van als je hem aanbrengt. En dat vind ik echt heel erg fijn, want ik heb wel vaker groene primers geprobeerd. Maar dan is deze wel echt een beetje mijn favoriet. Komt wel echt puur door die hempolie, omdat ik dat wel echt heel erg fijn vind. Deze kan ik ook zeker aanraden. Dan heb ik een paar producten uit de limited editie van Essence. Deze is helaas niet meer te koop, denk ik inmiddels. Want hij was ook heel snel er doorheen. Dit is een kerstcollectie. En dit is de Xmas Christmas Wishes Candy Kisses. Ik ben niet zo heel goed met Engels. Dat weet je inmiddels wel. Dus ik kan nog wel eens fouten maken met uitspreken. Ik heb hier allereerst een nagellakje. En dat is de 02 Happily Ever After. Het is een mooie rode kleur. Echt heel erg leuk. Er zit een heel subtiel glittertje in. De potjes die doen me heel erg denken aan een eerdere collectie van Essence. Een eerdere kerstcollectie. Dus daar kan ik nog wel eens fouten mee gaan maken. Want die heb ik ook nog steeds in mijn collectie zitten. Dit is het kwastje. Eigenlijk prima om je nagels in één keer mee te lakken. Het eraf halen was wel echt een drama. Want door die hele kleine glittertjes was dat heel erg moeilijk. Omdat je wattenschijfje daar zo lekker aan gaat plakken. Hij ruikt ook heel erg lekker. Hij heeft een hele lekkere geur. Ja, dat vind ik sowieso fantastisch. Hij heeft een super dekking en glitterende nagellak met een delicious winter candy apple scent. Hij ruikt inderdaad naar appel in combinatie met snoep. Een hele aparte combinatie, maar het ruikt wel heel lekker.
Ik vind de kleur fantastisch. Alleen, en de dekking vond ik ook perfect. Alleen, hij chipte heel snel. Hij was al heel snel niet meer mooi. En dat vond ik wel heel erg jammer. Ik ben het inmiddels wel gewend hoor, van de nagellakjes van Essence. Maar dat vond ik wel echt heel erg jammer, dat hij heel snel chipte. Dus ik heb er niet heel erg lang van kunnen genieten. Maar ja, ik vind het wel een heel leuk kleurtje. En ik ga hem zeker nog wel vaker dragen. En misschien ga ik het dan ook wel eens proberen met die witte color booster. Omdat het bij die andere lakjes zo goed werkte. Dan heb ik een lippenbalsem uit die collectie. En dit is een gingerbread. Hoe schattig is die? Ik moet zeggen dat ik op het moment echt onwijs droge lippen heb. Het is zo vreselijk. Het doet gewoon echt heel erg veel pijn. Maar deze lippenbalsem, hij ruikt echt heel erg lekker. Een beetje naar vanille doet het bedenken. Heeft ook een heel licht kleurtje. Ik ga hem even swatchen. Kijk, hij is heel licht roze. Het valt niet heel erg op, ook niet als je hem draagt hoor. Maar ja, hij is wel heel erg lekker. Ik moet wel zeggen, de structuur is niet heel... Het is best wel een strakke structuur. Dus je krijgt hem niet heel gemakkelijk aangebracht. Maar je moet gewoon echt een beetje hem soepel krijgen. Maar ja, ik vond hem wat dat betreft wel heel lekker. Gewoon de geur is lekker. Hij verzorgt ook echt mijn lippen wel. Ja, en de verpakking vind ik gewoon fantastisch. Dus die vond ik wel heel fijn. Dan heb ik ook nog een almond lip scrub. En dat is deze. Ik vind de verpakking al heel erg leuk. Want het is een beetje zuurstokachtig in combinatie met goud. Ik ga deze ook niet swatchen, want dat ga je niet zien. Er zitten hele kleine glitterscrub deeltjes in. En dit voelde echt heel erg lekker aan op mijn lippen. Ik heb deze aangebracht voordat ik ging slapen. En de volgende dag had ik echt super zachte lippen. Hij ruikt ook heel erg zoet. Echt een beetje weer zo'n snoepgeurtje. Maar ik vond hem wel super lekker. Dus echt wel hele fijne lipscrub ook. En het laatste product dat ik heb daaruit, dat is een mini toilet. En hij is oprecht echt mini. Wel, die verpakking is weer fantastisch. Maar hier zit echt maar 10 milliliter in. Dus dat is echt wel heel klein. Hij ruikt heel zoet. Ik ben nooit zo heel goed in het omschrijven van geuren. Maar het is wel echt een beetje een zoete geur. Hij heeft ook wel gewoon een fijne sprayer. Waar gewoon de toiletten uitkomt. Dus dat voelt verder wel fijn aan. Maar ja, ik vind het jammer dat hij heel mini is. Omdat hij gewoon echt gewoon wel heel lekker ruikt. Deze producten vond ik wel heel fijn. Ik moet ook zeggen, er zijn echt een aantal producten beland in de bak met niet fijne producten. En ergens ben ik toch een klein beetje teleurgesteld in de collectie. Ondanks dat ik deze producten fantastisch vond. Had ik van de andere producten wat meer verwacht. Ook miste ik een oogschaduwpalet. Want normaal doen ze ook altijd een oogschaduwpalet erin. Dat hebben ze nu niet gedaan. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Maar voor de rest ben ik eigenlijk wel tevreden met de producten die ik je nu net liet zien. Dus dat is top. Dan heb ik een Illuminating Setting Spray. Deze is van Lottie London. Dat is deze. En ik vind deze ook heel erg fijn. Het enige wat ik heel erg vervelend vind is dat de tekst heel slecht te lezen is. Ik kan het hier achterop bijvoorbeeld niet lezen, want het is wit met zilver. Het is echt heel vervelend. Wat ik wel heel leuk vind is dat ook hier echt Lottie zo is uitgesneden. Dat je al een beetje van de fixing spray ziet. Het is best wel een grote flacon, want er zit 80 milliliter in. Best wel fors. Ook heeft hij een hele grote spray knop, zeg maar. Gewoon de verstuiver zelf is vrij fijn, als ik hem kan vinden. Maar de dop is heel groot, de drukgedeelte is heel groot. Dat was ook wel even wennen, maar ook wel fijn. De spray hield mijn make-up prima op zijn plek. Volgens mij rookt hij niet echt. Nee, dus ik zit niet echt een geur aan, maar ik vond hem wel heel fijn. Omdat hij gewoon echt wel mijn make-up goed liet zitten en gewoon ook heel fijn aanvoelde. Je moet hem ook heel goed schudden voor gebruik. Dat doe ik dan ook altijd wel heel netjes. Maar ja, ik vond hem wel heel erg fijn in gebruik. Verder kan ik er niet zo heel veel over zeggen. Want ja, wat valt er verder te vertellen over een setting spray, behalve dat ik hem fijn vond. Dan ga ik door met twee producten van Get It Girl. Dit zijn de Pure Magic Multisticks. En dat zijn deze sticks. Ik heb deze in de kleuren red en Bordeaux. En deze multisticks kun je gebruiken voor meerdere doeleinden. Je kunt ze gebruiken voor je lippen,
voor je wangen en voor je ogen. Nou, laat ik eerst maar even beginnen om de stick te laten zien. Ik begin even met de rode kleur. Kijk, het is best wel een grote stick. Je kunt hem zo omhoog draaien en terug naar beneden. Maar hij is best wel rond, al zitten er nu wat haartjes aan. Die ik er nu af probeer te halen. Dus dat is verder prima. Ik ga hem ook gelijk even swatchen. Dan is dit de rode kleur. Nou, echt heel erg mooi. Voor mijn ogen vond ik het minder een succes. Daar ben ik gewoon niet zo heel erg fan van dit soort sticks. Voor mijn wangen vond ik hem heel fijn en voor mijn lippen vond ik hem ook echt fantastisch. Ik moet altijd wel zeggen, ik ben een beetje dubbel met producten die je voor meerdere doeleinden kunt gebruiken. Meer gezichtsdelen, omdat ik altijd denk van ja, is dat wel hygiënisch? Maar oké, je kunt voor je lippen bijvoorbeeld ook een kwastje gebruiken of voor je ogen als je dat zou willen. Maar ik zou hem wel echt voor mijn lippen, vind ik hem echt fantastisch. Voor mijn wangen ook wel, maar ik denk dat de lippen er voor mij wel echt uitsprongen. Omdat ik ze gewoon echt heel erg mooi vond en ja, ook gewoon heel fijn vond. Het voelde verder ook niet droog aan, dus dat vond ik wel echt heel erg fijn. Dus dat is de rode kleur. En dan heb ik hier de bordeaux kleur. Kijk, en dat is een beetje een donkere kleur. Hij neigt een beetje naar paars. Ik ga hem even swatchen. Die zit er dan naast. Ook werkelijk waar fantastisch. Want het pigment van deze sticks is gewoon heel erg mooi. En ik ben normaal niet echt iemand die heel erg fan is van een stickproduct. Maar deze die viel wel echt een hele goede toon aan. Dus daar ben ik echt wel ja, onwijs blij mee. Dan maak ik even ondertussen mijn hand schoon om door te gaan met het volgende product. Anders wordt het swatchen zo moeilijk. Het volgende product wat ik heb, dat is een oogschaduwpalette. En dit is van W7. Dit is het Seduced Provocate Breast Pigment Palette. En dat is deze. Hoe mooi is die? Helemaal bedekt met glitters. Op de achterkant zie je ook de kleuren al. Ik ga hem openmaken. Wat ik zelf heel erg fijn vind, is altijd die spiegel die hierin zit. Dan heb je hieronder, zeg maar, onder de kleuren staan ook de namen. Dat vind ik ook altijd wel heel erg mooi. En er zit een dubbelzijdig applicator in. Die laat ik altijd lekker zitten, want die gebruik ik niet. Maar de kleuren zijn wel heel mooi. Het is een palette met matte en shimmer kleuren. Ik ga er een paar voor je swatchen. Dit is de pigmentatie. Ik weet niet of de glitter heel erg lekker overkomt. Ik denk dat je hem heel lichtjes ziet. Die moet je echt een beetje opbouwen. Over het algemeen was de pigmentatie heel erg goed, moet ik zeggen. Ik was wel heel erg verrast door dit palet, omdat je er ook best wel, ja, aan de ene kant zeg ik diverse looks mee kunt maken. Maar aan de andere kant denk ik, het komt wel een beetje op het nude-achtig aan. Omdat je veel bruintinten hebt en ook wel een beetje veel ja, huidskleurtinten. Het is denk ik niet een heel spectaculair palette wat betreft de kleuren. Want dit zijn kleuren die je wel vaak in oogschaduwpaletten ziet. Maar ja, ik vond het toch wel een heel erg fijn palette. Waar ik zeker wel echt voor de review heb ik er twee hele mooie ooglooks mee kunnen maken. Ik ga hem zeker nog heel erg vaak gebruiken. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Misschien zijn de oogschaduwpaletten qua kleuren van W7 niet zo heel erg uniek meer. Omdat ze vaak een beetje hetzelfde hebben. Maar ja, ik vond hem wel heel fijn. En het uiterlijk vind ik ook gewoon fantastisch. Dat zegt ook wel wat. Dus dat vond ik heel erg leuk. Dan ga ik door naar twee lipscrubs en die zijn van Labello. Labello heeft sinds een tijdje lipscrubs en ik was er heel erg benieuwd naar. Ik ben zelf een heel groot fan van Labello als het op lipproducten aankomt qua verzorging. Dus ik had de lipscrubs. Ik heb allereerst de groene variant en hier zit, even kijken hoor. Dit is aloe vera en vitamine E die hierin zitten. Nou, maakt de scrub heel erg anders in vergelijking met andere Labello verpakkingen? Dat niet echt. Het enige wat je hier opvoelt zijn hele kleine, ik denk niet dat de camera dit scherp stelt, zitten hele kleine bultjes op. Waardoor je wel kunt zeggen het is een lipscrub. Het staat er uiteraard ook gewoon op. Lipscrub, dus dat zou op zich makkelijk zijn. Hier zat wel een gebruiksaanwijzing bij, want je moet eerst de bovenkant een beetje afschuren voordat de scrubdeeltjes tevoorschijn komen. Dan is dit de scrub. Hij ruikt ook ja, op zich wel heel fris, maar ik vond hem heel fijn. Ik heb deze ook aangebracht voordat ik ging slapen en de volgende dag had ik echt onwijs zachte lippen. Dus voor mij werkt dat heel erg goed. Ik ga even kijken of er verder nog wat op staat. Extra zachte lippen hebben, wat nog nooit zo gemakkelijk. De innovatieve formule
Verrijkt met aloe vera en vitamine E, bevat scrubdelen van natuurlijke oorsprong die oplossen nadat je je lippen over elkaar hebt gewreven. Dus nadat je de scrub hebt aangebracht, moet je je lippen over elkaar heen wrijven. En dan wordt het gewoon als het ware ingetrokken. Dus dat was allereerst de groene variant die ik heel fijn vond. Maar ik was ook heel erg benieuwd naar de roze variant. En dit is de, hier zit rosehip oil in. Ook vitamine E. Maar eigenlijk komt het erop neer dat er rozenbottelolie in zit. Goh, wat een moeilijk woord. Ook hierop zijn weer de hele kleine bobbeltjes te zien. Die op deze lipscrub zitten of op de verpakking. Deze is dan uiteraard roze. Nou, ook deze moet je weer eventjes een soort van activeren. Hij ruikt super lekker. Ja, deze ruikt nog lekkerder als die groene. Ik ga even kijken of hier nog wat speciaals achterop stond. Nee, eigenlijk precies hetzelfde als wat ik net voorlas van de groene verpakking. Maar ik vind het ook wel tof dat Labello nu scrubs heeft. Want scrubs zijn eigenlijk over het algemeen niet zo heel erg makkelijk te koop, voor mijn gevoel. En nu kun je ze gewoon bij de drogist in het schap vinden van Labello. En ze werken ook nog eens fantastisch. Dus deze kan ik ook zeker aanraden. Dan heb ik nog een oogschaduwpaletten. En dit is van Revolution. Makeup Revolution eigenlijk. En dit is het Iconic Pro 2 paletten. Dat is deze. Ik vind het doosje heel erg leuk. Alleen toen maakte ik het doosje open. En toen was ik een klein beetje teleurgesteld. Want dan is het gewoon zo'n heel basic paletten. En ik had gehoopt dat die echt een beetje roze zou zijn. Dit is het... Nee, staat verder eigenlijk niet zo heel veel op. We gaan hem gewoon openmaken. Ik vind de verpakking op zich wel mooi. Laat ik dat wel voor opstellen. Maar ik had gewoon heel erg gehoopt op een opvallend kleurtje. Er zit een blaadje op met de namen van de paletten, of de kleuren. Hele grote spiegel. Een dubbelzijdige applicator, ja. En dan heb je hier de kleuren. Op zich vind ik de kleuren echt wel heel erg mooi die erin zitten. Maar vind ik ze heel verrassend? Nee, het zijn niet echt van die kleuren die je misschien nog niet in je stash hebt. Althans, bij mij zullen ze echt wel terugkomen in mijn stash, want ik heb natuurlijk best wel veel. Dus dat viel me wel een beetje tegen. Maar verder vond ik het wel een heel erg leuk paletten. Zeker omdat de pigmentatie heel erg goed was. Ik zal eens een paar donkere kleuren ook voor je gaan oppakken. Uiteraard ook een paar lichte. Maar ik denk dat de donkere kleuren misschien wel weer aanspreken. Hier zie je de kleuren. Je ziet hier twee donkere kleuren. En dan hier een wat kleuren met een shimmer. Die moet je heel goed opbouwen. Want die zijn niet direct heel pigmentatievol. De andere, die donkere kleuren, die hebben gelijk een pigment van hier tot Tokio en terug. Maar dat had ik bij de glitters wat minder. Desondanks vind ik het wel heel erg leuk om mee te spelen. Helemaal omdat ik zelf wel iemand ben die ook wel echt met kleuren durft te spelen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. En omdat hij gewoon een fijne pigmentatie had, kan ik hem je aanraden. Maar ik denk bijna dat iedereen dit soort kleuren wel in zijn stash heeft. Dus vind ik hem heel verrassend, dan zeg ik nee. Maar ja, ik vind het op zich wel een fijn palet. En ik ga hem zeker nog wel vaker gebruiken. Alleen ik denk wel dat er misschien wat meer gespeeld kan worden met kleuren in paletten bij Revolution. Omdat ze wel vaak hetzelfde doen. Maar goed, dat was het Iconic Pro 2 paletten. Dan ben ik toen aan het laatste product. En hier ben ik echt onwijs enthousiast over. Want dit is een Supersteen Matte Ink Lipstick van Maybelline. Dat is deze. Ik heb hem in een roze kleur. Dit is de kleur 125 Inspire. Ik heb deze een tijdje geleden gekocht bij bol.com voor geloof ik nog geen 5 euro. Allereerst vind ik de huls heel leuk. Hij is mooi roze in combinatie met dat wit en dan die roze tekst op. Dat vind ik heel erg tof. Hij heeft ook gewoon een hele fijne applicator. Hij ruikt ook heel lekker. Kijk, hij heeft een beetje een soort druppelapplicator waar je wel heel fijn mee kan werken. Maar de pigmentatie, hij wordt natuurlijk nog mat. Maar wauw, wat een pigmentatie heeft deze liquid lipstick. Ik ben zelf heel dol op liquid lipsticks en hij bleef ook zo onwijs goed zitten. Ik kon ermee eten, ik kon ermee drinken en er gebeurde niks. Het kostte ook wat moeite om hem eraf te halen, maar ik vind hem echt fantastisch. En ik wil zeker de aanbieding in de gaten houden, want ik wil hier gewoon nog een paar van bij hebben. Want ik vind ze gewoon echt fantastisch. Ik ben normaal niet iemand die mezelf heel snel een duurde make-up merk cadeau doet.
af en toe als ik in een bui ben, dat ik denk, ja, nu vind ik het leuk, doe ik het. Maar hier ben ik echt heel erg blij mee. En deze kan ik zeker aanraden. Blijft echt wel heel goed zitten. Een mooie matte basis. Ja, echt fantastisch. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van december. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind het zelf ook altijd wel weer leuk om even terug te zien. Van, oh ja, wat heb ik allemaal getest? En wat vond ik fijn? En ja, deze collectie van Essence is denk ik niet meer te koop. Tenminste, toen ik laatst bij Kruidvat was, waren de schappen van de Trend Editie leeg. En ook de nagellakjes denk ik zijn niet meer te koop. Die van Catch and Shine. Maar goed, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt getest. Of dat je zegt naar aanleiding van een video van, goh, ik ben er toch wel heel erg benieuwd naar geworden. Laat het me zeker even weten bij de comments. Ik ben in ieder geval blij dat ik al deze producten aan mijn stash kan gaan toevoegen. En dit bakje weer kan gaan vullen met nieuwe producten voor de nieuwe maand. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Als je daarop klikt, ben je gratis geabonneerd. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er voor mij een nieuwe video online komt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan gewoon even de duimpje omhoog. En wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doei!